Het spelhuis is eigenlijk een zevental jaar geleden ontstaan. We proberen eigenlijk gezelligheid rond de tafel te brengen. Hè. We proberen jong en oud terug rond de tafel te krijgen om te spelen. Hè. Dus bordspellen verkopen is ook een van de grootste dingen die we doen. Maar eigenlijk ook al de andere dingen die een stuk gezelligheid rond de tafel brengen. Hè. Denk bijvoorbeeld aan puzzels. Denk ook een stukje aan modelbouw, maar dan wordt modelbouw gelinkt aan het effectief spelen samen ook. De winkel is er van in het begin geweest. We zijn eigenlijk de winkel en de webshop gestart vanuit de garage. En is altijd maar uitgebreid en groter geworden. Tot waar we nu de fysieke winkel hier hebben. En de webshop eigenlijk verhuisd naar het industrieterrein. Ja. Raya Pak is er eigenlijk van in het begin bij geweest. En wat het goede is aan jullie bedrijf, en niet veel bedrijven kunnen dat. Je kan als heel klein bedrijf bij jullie beginnen. En daar heb je een aanbod voor. En uiteindelijk groeit dat mee met ons bedrijf. En jullie kunnen ook grote bedrijven nog altijd even goed helpen. Hè? Het is niet dat jullie op een gegeven moment uit de boot vallen omdat jullie de volumes niet aan kunnen of dat jullie de prijsniveaus niet aan kunnen. Daar kunnen jullie eigenlijk perfect mee groeien van klein bedrijf naar een groot. En dat is knap. We proberen in alles wat we doen zo duurzaam mogelijk te zijn. En daar zien we ook dat Raya Pak de goede oplossingen aanbiedt. De snelle leveringen zijn zeker een pluspunt. Nu, wat nog belangrijker voor ons is de betrouwbaarheid. Hè? In periodes waar we heel veel verkopen en we hebben verpakkingsmateriaal nodig en we bestellen dat, ja, dan moeten we weten dat we het hebben. En dat weten we ook bij jullie. Ja, jullie hebben een grote voorraad, er wordt geleverd uit voorraad en we gaan altijd geholpen zijn. De verpakkingen die we gebruiken van Raya zijn voornamelijk de kartonnen dozen, maar ook al het materiaal daar rond, dus het opvulmateriaal om te voorkomen dat producten beschadigd worden, als ook de papieren type van jullie gebruiken, enveloppen. Het is lachwekkend, zeggen Steven en ik dat tegen elkaar, dat we een beetje de toonzaal zijn van Raya. Eigenlijk, en dat is ook een van de sterktes van Raya, bied je een hele oplossing aan voor ons magazijn. En dat zie je ook in ons magazijn. Hè. We gebruiken de verpakkingstafels van Raya. Daarop natuurlijk de papier, de tape dispensers voor de gronde tape. We gebruiken de rekken, de magazijnrekken van Raya. We gebruiken het transpalet van Raya. We gebruiken de rolkarren. Dus je kan het zo gek niet bedenken, maar wat we in het magazijn nodig hebben, eigenlijk kopen bij Raya. Ja.